In Rotterdam vinden we Zadkine, een vooruitstrevende school die jaarlijks circa 20.000 vakmensen opleidt. Studenten die hun ambacht steeds vaker in de praktijk leren, dus minder op school aanwezig zijn. Een student zit niet meer in de klas. Een student is aan het bed in een ziekenhuis. Dat is iets wat de maatschappij nog een beetje moet leren, maar het is wel wat er gebeurt. En aan het bed leert hij het. En de school wordt steeds minder belangrijk in de zin van het gebouw. Het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland ontwikkelt zich razendsnel. Om steeds, ook op afstand, de beste begeleiding te blijven bieden, hebben docenten en studiebegeleiders meer dan ooit direct inzicht nodig in het veranderende studielandschap en de student van vandaag. Op korte termijn wil ik vooral bereiken dat we de informatie ontwikkelen waarbij we niet alleen meer achteruit kunnen kijken, maar ook vooruit kunnen kijken. Informatie kunnen leveren die een voorspellend karakter kan hebben, die de student kan helpen om zijn diploma sneller en beter te behalen. Op lange termijn zal dat echt een heel interessant effect kunnen hebben, namelijk veel beter onderwijs. Samen met Zadkine ontwikkelde ICT- en Microsoft-specialist Macaw de Zadkine Scorecard. Deze is onderdeel van een innovatief en toegankelijk dataplatform dat scholen, studenten, ouders en het bedrijfsleven in staat stelt optimaal samen te werken, kennis te delen en met elkaar te communiceren. De scorecard bij Zadkine ondersteunt de strategische doelstellingen. Dat vinden wij heel belangrijk. En dat doen we door de scorecard te koppelen aan de managementcontracten van de organisatie. Op de managementconferentie 2015 deelde Zadkine haar visie op en ervaringen met de ontwikkeling van voorspellende modellen. Samen met een aantal mbo-instellingen werd in een workshop gediscussieerd over factoren die invloed kunnen hebben op het succes van studenten. De komende jaren zullen Zadkine en Macaw samenwerken en zullen ze de voorspellende modellen gebruiken om de student steeds beter te begeleiden naar een succesvolle carrière. Op lange termijn willen we bereiken dat we uiteindelijk het beste onderwijs in deze regio aanbieden. En dat willen we doen door de student goed te begeleiden, te weten hoe we moeten begeleiden, waardoor het voortijdig schooluitval laag kan zijn en het diploma uiteindelijk kan worden behaald door de student, die wij heel graag in ons hart sluiten en een mooi product meegeven, het diploma van het mbo-onderwijs.